RN7. RN7 Sport. We zitten vlak voor de aftrap van de eerste bekerwedstrijd van NEC dit seizoen. Goedenavond. Ja, we gaan heel even schakelen naar Groesbeek, want daar komen ze het veld op. Jazeker, ze komen hier inderdaad het veld op. De 22 spelers, 11 van de Treffers en 11 van Fortuna. Ten Bajo, die zoekt de combinatie en dat is het 0-1 voor PEC Zwolle. Hoe is het in Groesbeek? Ja, 3 minuten gespeeld, de stand nog 0-0. En dan Hoedemakers schiet, Hoedemakers. Schot gekraakt. 1-0 Treffers! Oh, 1-0 Treffers! Kijk eens aan! 1-0 voor de Treffers, wat een fout bij Fortuna achterin de keeper. Okawa met de... niet met de 1-1. Niet bij Okawa, wel bij Okawa, niet in het doel. Oh, die gaat erin! Wat een ketser ook weer van deze keeper van Cornelis. Oei, 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 wat is dit zuur voor de Treffers. Sontje Hansen, als hij hem aan kan nemen, en dat kan niet, punt 16, Sontje Hansen, het schot met rechts, Hansen, en die komt ook raak, omdat die bal wordt aangeraakt. Er wordt hier ook meteen de 1-2 gemaakt door Spits. Aan de rechterkant wordt hij geopend, laat de mensen zijn man lopen en dan kan hij hem zo in de 5 intikken. Wordt de bal volgegeven en ingekopt. En dan staat NEC weer met 1-2 achter. De minuten tikken weg. 2 minuten nog te spelen. 1-2 de achterstand. Wat is dit dan weer? Onsportief gedrag is dit, zeg. En u hoort het aan het publiek, die er moedeloos van worden. Maar ze gaan er nog 1 keer achter staan, omdat de bal voorgegeven wordt. En dan Okawa! Okawa! Ja, met de goal! Met de goal! Koki Okawa! De blunder van Jasper Schendelaar. ZNC naast PEC Zwolle. Koki Okawa! Wordt het ook nog gold in Groesbeek, mannen? Er is aan de kans en er wordt de paal geraakt! De paal geraakt door Den Dekker. Wat een enorme kans. Dat schot is daar en die wordt uit de kruising geranseld door Van Gassel. Ja, we gaan heel even schakelen naar Groesbeek. Treffers en Elf van Fortuna bevinden. Ja! En volgens mij wordt er ook gescoord bij NEC. Dus we gaan even, terug naar Nijmegen. Er is gescoord. Kento Shogai met zijn eerste doelpunt in Nijmeegse dienst. En zo staat NEC ineens op voorsprong. Ja, het gaat tekeer. En recht voor het gezicht van het Fortuna-publiek. Die het fantastisch vindt met de 2-1 voorsprong. Ah, maar dit kan echt niet. Gaat de bal terug naar Sammy Uwaiza. Uwaiza krijgt de bal voor. En dan uiteindelijk het uithalen. Ja! Ja! En dat lukt hem zomaar eens. Ja. Want het heeft toch gewerkt als een stokstaartje. Je ziet daar ook hoe het 3-1 wordt voor Fortuna. 4-2 is de voorsprong voor NEC. En is het dan een penalty voor PEC? Jazeker, het is Nuiting die bal dan met de hand heeft geraakt. Is het een penalty voor Fortuna? Gaat het waarschijnlijk hier ook nog 1-4 worden? Daar komt de aanloop. Is het Van Gassel? Nee, het is 4-3. Dat doet hij. Met wat fortuin. Ja. En PEC Zwolle weer terug in dit duel. Ja, Buiting die doet dan heel wijs even een vingertje op de lippen. Wat is dit dan weer? Onsportief gedrag is dit, zeg. Dan moet Marquez dit niet doen. Die geeft hem een beuk. PEC mag nog een keertje gooien. Ja. En dan is het klaar. Scheidsrechter Henskens blaast op zijn fluit. En het was lang niet altijd goed. En het was lang niet altijd fraai. Maar NEC toont wel veerkracht. Ja, het is afgelopen hier. De scheidsrechter vond het mooi geweest. 2 minuten extra tijd, die hebben we denk ik niet volgemaakt. Het is allemaal wel mooi. RN7 Sport.